sorry man. Ik heb godverdomme mijn sollicitatiegesprek gemist door jou! Je zou het beste kunnen doen. Je had hier een half uur geleden al moeten zijn, man! Laat me het verhaal uitleggen. Luister, we kunnen beter gewoon even relaxen. Luisteren? Jij moet naar mij luisteren! Er staat er op dat ding dat je een half uur geleden hier al had moeten zijn! Waar zit je nou? Ik had druk onderweg. Ik heb het druk met een sollicitatiegesprek, vriend! Ik weet het allemaal, ik kan er ook niks aan doen. Er zijn veel auto's voor me, ik kan er ook niks aan doen. Helaas, het is niet... Jij bent toch godverdomme de chauffeur van dit ding? Maar ik ben niet de enige op de weg, het is niet anders. Waarom ben je zo laat, man? Je had hier een half uur geleden al moeten zijn! Weet ik, maar ja, te veel auto's voor me, ik kan er niks anders aan doen. Dan ben je een half uur te laat. Nou ben ik mooi, heb ik mijn droombaan gemist, ja? Kan ik mijn huis niet kopen wat ik voor gedachten had? Ik ga het salaris niet verdienen! Ik snap jou helemaal. Omdat jij te laat bent! Ik snap jou helemaal, ik begrijp je ook. Maar wat moet ik doen dan? Zitten auto's voor me? Hoe moet ik dat gaan doen dan? Zeg jij me wat ik moet dan gaan doen? Kan die vliegen? Jij? Ja, ik kan niet. Bedoel je dan mij? Nee, ik bedoel mezelf. De klant, die koning is hier? Ik bedoel mezelf, ik kan niet vliegen, dus ik moet sowieso gaan wachten. Het is niet anders. Dus je had file? Ik had file, ja. Zeg dat dan, man! Ja, het is niet anders. Godverdomme, ja, jij kan er ook niks aan doen en je doet dat maar je.